Goedemiddag en ieder hier in de kerk, maar ook alle jongeren, ouderen en gasten die verbonden zijn via onze livestream of later deze diensten zullen terugbeluisteren, hartelijk welkom. Tevens een speciaal welkom aan de familie, vrienden en kennissen van onze doopouders. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. Want in deze dienst zullen ook twee kinderen dus gedoopt worden. Vandaar de afkondiging. De schriftlezing is uit 1 Johannes 5, de verzen 1 tot en met 13. En we behandelen ook de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8. Thema van de preek is: God is de drie-enige. Mededelingen namens de kerkenraad. De plio-contacten. Deze kunnen aanstaande donderdag 12 oktober tussen 7 en 8 opgehaald worden. De collecten. De fysieke collecte die gehouden wordt in de dienst zal bestemd zijn voor jeugdwerk en jeugdpastoraat. De bankcollecte is voor de vaste kosten. Na de dienst, als de doopouders met ons meegegaan zijn naar de consistorie, krijgt u als gemeente de gelegenheid om de doopouders, als ze terug zijn hier voor de kansel, te feliciteren. De looproute is daar vandaan binnenkomen en door deze of die uitgang weer naar buiten te treden. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 107, de versen 15 en 22. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen,
die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 111, een loflied voor de Heere. We zingen nu eerst de versen 1 en 2. Loof, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En in vers 2 mogen we dan ook de werken van de Heere zeer groot noemen. Des Heere werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. De Heere is, zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. De Heere is groot en een drie-enig God. Zo zullen we daar ook in deze dienst bij stilstaan. En zo wil de Heere zich ook verbinden aan jullie kinderen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we mogen dan ook hem opnieuw loven en prijzen nadat wij belijdenis hebben gedaan van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen met Psalm 111, nu het derde vers. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader,
van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Met laten wij bidden om de opening van Gods woord in deze dienst en ook zijn zegen bij de bediening van het sacrament van de doop. Laten we bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u. En wij danken u, Heere, dat we in deze dienst mogen beginnen met de lof op uw naam te bezingen. Daar hebben we alle reden toe. U bent groot en machtig, vol van majesteit. En Heere, dat zien we en dat weten we omdat we letten op uw werken die u gedaan hebt in deze wereld, in de geschiedenis en ook vandaag. En uw werken zijn zeer groot. Heere, dat mogen de doopouders ook vanmiddag zeggen. U heeft hen het wonder van nieuw leven gegeven. En daar willen wij u eerbiedig voor danken. Heere, wat is dat een blijdschap om weer opnieuw vader en moeder te worden. En Heere, dan willen wij ook bidden of u hen nabij wil zijn in al datgene wat dat ook met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid die dan ook op je rust. Maar vanmiddag mogen ze de gang maken naar het doopvont. En Heere, zo willen ze ook laten zien dat hun kind ten diepste van u is en u toebehoort. Heere, wilt u zo ook dit moment vanmiddag voor hen tot een bron maken van rust en kracht? Iets waar je steeds opnieuw op terug kunt vallen. U die uw naam verbindt aan die van hun kind, Romee en Imke. Heren, wij loven en prijzen u. Wat bent u goed. Dat we dat vanmiddag ook als gemeente mogen meemaken. En u weet ook, heren, als het ons ook pijn doet. Wanneer we persoonlijk juist moeite ervaren. Omdat we zo graag de kinderzegen zouden ontvangen of weer opnieuw zouden ontvangen. En dat niet gegeven wordt. Heren, wij bidden u voor hen die daar het verdriet van voelen, die daarmee bezig zijn. Wilt u hen ook in het bijzonder opzoeken? En geef dat we vertrouwend onze weg mogen gaan. Wij bidden u, Heren, of u wil zijn met hen die verdriet ervaren in deze dienst, omdat ze kinderen moeten missen. Omdat ze niet meer bij ons zijn. Of kleinkinderen die gestorven zijn. Heere, wilt u dan vertroosten als we aan hen denken? En de pijn voelen wellicht. Van toen en daar. Heere, weest u met hen die korter of langer geleden te maken hebben gehad met miskramen
Een geboorte die voortijdig werd afgebroken door de geboorte van het kind wat nog niet volgroeid was. U kent het verdriet, Heere, ook daarin. En wilt u erin voorzien met uw troost en nabijheid. Heere, wij dragen aan u op. Allen die uw hulp en nabijheid nodig hebben. We denken ook in het bijzonder aan onze zuster Hetty Dekker. We danken u, Heere, dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis in de achter ons liggende week. En daar nu verder ook weer moet herstellen en aansterken. En wilt u bij haar zijn wanneer dat ook niet meevalt en ze ook nog kort geleden weer terug moest naar het ziekenhuis voor een kort moment. Heere, wilt u bij haar zijn en wilt u haar ondersteunen? Geef dat ze door u ook wordt vastgehouden en gedragen. Heere, we zijn ook geschokt door alles wat in deze wereld gebeurt. We denken aan de situatie in Israël en in de Palestijnse gebieden. Heere, wij bidden u om vrede voor Jeruzalem, om vrede ook voor het Joodse volk. Het volk waaraan u zich hebt verbonden. Heere, wij bidden u of u hen wil beschermen tegen het woede van de machten om hen heen, die slechts uit zijn op de vernietiging. En Heere, wilt u aan al het bloedvergieten ook een einde maken? Wilt u vrede geven? En wij bidden u, Heere, of u wil zijn bij hen die ontvoerd zijn, die gevangen worden gehouden. Wees u bij de nabestaanden van hen die zijn omgebracht. Heere, wij dragen hen alle aan u op, zowel aan de kant van Israël als aan die van de Palestijnen. Wat een leed. Wees u hen nabij. En Heere, wilt u verandering geven. Heere, wij bidden u ook voor al die andere plaatsen op deze aarde waar we zien dat deze wereld uit zoveel wonden bloedt. Heere, wilt u verlossing geven. Waar oorlog is, vrede. Waar hongersnood is, voedsel en drinken. Wilt u zijn, Heere, op die plaatsen waar de nood zo groot is. Wilt u erbij zijn, ook daar waar uw kerk wordt vervolgd. Zegent u uw christenheid wereldwijd. En geef, Heere, dat wij onze verantwoordelijkheid mogen verstaan om dat te doen wat we kunnen. Met gebed, met onze inzet, met het geven van onze gaven. Heere, dat we zo mogen omzien naar onze naasten. Heere, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven. Wilt u uw zegen ook geven bij de opening van uw woord? Laat uw woord tot ons mogen spreken en spreek tot het hart, Heere, van onze gemeente. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Geef dat we ontvankelijk mogen zijn voor wat u zegt. Dat we dat ook ter harte mogen nemen, Heere. En werk met uw Heilige Geest zo in ons. Dat uw woord niet leeg weerkeert, maar dat het vruchten mag brengen. Tot eer van uw drie-enige naam. Heere, zo willen we u bidden en loven en prijzen. Hoor naar ons gebed, niet om iets uit ons. Wilt u ons aanzien in uw genade, in de vergeving van al onze zonden, door het bloed van Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop en ik lees daartoe het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van onze zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen aanneemt en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat we Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Genesis 17, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte, en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. En deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste vers. En tijdens het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht.
Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij nu eerst zijn heilige naam in gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft, maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden en ik verzoek u daarbij op te staan. Geliefde in de Heer Christus, belijdt u ten eerste dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn. En daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is hier voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Bosma? Wat is hier ook voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder IJsma? Beste doopouders, ooit was er iemand die een bazaar bezocht. En op een tafel met allerlei spullen ontdekte hij een ouderwets koperen keteltje. Er zat een klein stickertje op met daarop een prijs, 1 euro. Maar dat keteltje was wel heel erg smerig. Het was dof, het koper was groen uitgeslagen. En mevrouw vroeg die aan de dame die achter die tafel stond, zou dat keteltje nog op te knappen zijn? Momentje, zei de vrouw. En ze liep naar achteren, daar had ze koperpoets en een doek. En 10 minuten later was ze terug en dat keteltje blonk, schitterde in het licht. Het was prachtig. Maar er zat nu ook een ander prijsje op. Zo goed als nieuw, 25 euro. Ongetwijfeld zullen jullie over Imke en Romee zeggen dat het de mooiste kinderen van de wereld zijn. Dat zeg je toch als ouders. En toch is er iets. Hun leven kan nog zoveel meer gaan glanzen en van waarde worden. Ja, dat ze echt tot hun doel zullen komen. Het doel waarvoor ze ook het leven hebben ontvangen. Dat gebeurt als ze in de handen van God worden gewassen, schoongemaakt en zijn kinderen zullen zijn. Straks worden Imke en Romee gedoopt en het doopwater laat dat zien dat hij dat zal doen, wil doen. Doopwater is afwaswater, schoonmaakwater. Het wast schoon. En als jullie straks bij het doopvont staan en je ziet dat water,
Probeer dan je gedachten daarnaar te laten gaan. Het bloed van de Heer Jezus, dat ons wast van al onze zonden. En ook zij hebben het nodig om werkelijk te gaan glanzen. Als ze de Heer Jezus leren kennen en liefhebben in hun leven, dan komen ze tot hun bestemming. En jullie mogen als ouders daar hen op wijzen, daarin hen begeleiden, en daarin voorgaan. Het voorbeeld ook zijn voor hen. En hen laten zien, zo waardevol zijn jullie, zo waardevol ben jij, Romee, Imke. De Heer Jezus heeft zijn leven ook voor jou betaald. Met zijn leven ook voor jou betaald. Om niet alleen hen het gewone leven hier op aarde, maar ook het eeuwige leven te geven. Van harte wens ik jullie toe dat jullie als ouders je kinderen daarbij mogen opvoeden onder de zegen van de Heer. En mogen de Heer jullie daartoe alles geven wat nodig is. We gaan over tot de doopsbediening en zingen nu eerst gemeente uit Psalm 105, het derde vers. En na het amen van de doopsbediening zingen wij staande zonder verdere aankondiging uit Psalm 105, het vijfde vers. Imke Janna Marieke Bosma, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt hier met Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Romee Carolina IJsma, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt met Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Amen.
beter laten wij de bediening van de Heilige Doop nu afsluiten met het dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Dat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen zullen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 33, daarvan het eerste en het tweede vers. De dopelingen zullen eerst de kerkzaal verlaten en daarna mogen ook de kinderen naar de parel of de oppas gaan voor wie dat geldt. We zingen Psalm 33, vers 1 en 2.
Jongens en meisjes, ik wil jullie even wat laten zien. Dat is maar kort, want er zijn al heel veel kinderen ook weg. Maar degenen die hier nog zijn, ik wil jullie even iets laten zien. Hier zien jullie een foto. Zien jullie wat voor foto dit is? Het is geen gewone foto, hè? Wat is dit voor een foto? Wie weet dat? Ja? Een röntgenfoto, inderdaad. En wat is er eigenlijk bijzonder aan een röntgenfoto? Wie weet dat? Wat zie je hier op dit plaatje? Beetje moeilijk misschien. Met een röntgenfoto kun je eigenlijk, dit is een hand, een mensenhand, kun je eigenlijk door je velletje heen kijken en dan kun je naar binnen kijken. En dan zie je wat er in je hand zit en je ziet, dit zijn de botten van iemand. De botten zoals jij en ik die ook in onze hand hebben. Nou, ik ga er verder even niks over vertellen, komt zo in de preek wel. Dan begrijp je meteen waarom ik dit laat zien. We gaan uit de Bijbel lezen. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. En wij lezen dat ook met het oog op artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die lezen we meteen aansluitend. Dat staat vanmiddag centraal. Het gaat over de drie-eenheid. God is de drie-enige, dat is ook het thema. We lezen 1 Johannes 5 vanaf vers 1 tot en met 13. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En daarbij lezen we dus artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In artikel 9 zullen we niet apart behandelen. Dat is een artikel wat eigenlijk bij artikel 8 hoort en wat ingaat op de Bijbelse onderbouwing voor de drie-eenheid van God. Wij beperken ons dus tot artikel 8. Volgens deze waarheid en dit woord Gods geloven wij in een enig God die een enig wezen is, waarin drie personen werkelijk en waarachtig van eeuwigheid onderscheiden zijn naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen, zowel zichtbare als onzichtbare. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. En de Heilige Geest is
de eeuwige kracht en macht die uitgaat van de Vader en de Zoon. En uit deze onderscheiding volgt echter niet dat God in drieën gedeeld is, aangezien de schrift ons leert dat wel de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ieder hun eigen zelfstandigheid hebben met hun onderscheiden eigenschappen, maar zo dat deze drie personen slechts één ene God zijn. Het is dus duidelijk dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet de Vader is, dat evenzo de Heilige Geest niet de Vader is, noch de Zoon. Intussen zijn deze personen al dus onderscheiden, niet gedeeld, noch vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen en ook de Heilige Geest niet, maar alleen de Zoon. En de Vader is nooit zonder zijn Zoon en nooit zonder zijn Heilige Geest geweest. Want ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in eenzelfde wezen. Er is geen eerste of laatste. Want ze zijn alle drie één in waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid. Tot zover artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het thema voor de preek is: God is de drie enige. We letten op de basis en de betekenis daarvan. Jongelui, stel je eens voor. Je bent verliefd geraakt op een jongen, meisje. Jullie kennen elkaar nog niet zo lang. Je bent elkaar pas geleden tegengekomen. En je kwam in gesprek en nou, dat klikte. En je besloot nog samen af te spreken. En toen jullie elkaar nog wat beter hadden leren kennen, toen op een zeker moment sprak je naar elkaar toe uit, ja, dat je elkaar echt heel leuk vindt. Waarop je aan hem, aan haar vroeg, mag ik misschien een goede foto van je hebben? Heb jij op je telefoon een goede foto? En wil je die aan mij appen, zodat ik hem ook heb? Ja hoor, dat kan. En even later krijg je een foto, maar wat blijkt? Je mogelijk aanstaande verkering die heeft een röntgenfoto gestuurd. Zo eentje die ik net liet zien. En dan misschien niet van een hand, maar van een hoofd. Dat ziet er nog wat enger uit. Wat zou je ervan vinden? Dat is natuurlijk raar, dat snappen we wel. Want waar gaat het om als je aan die andere een foto vraagt? Dan gaat het erom dat je hem, haar ziet zoals die is. Natuurlijk, die mooie ogen. Die je al vanaf dag 1 waren opgevallen. Dat mooie haar, wat haar zo'n bijzondere uitstraling geeft. Ja, zo'n foto daar, ja, daar kun je verliefd op worden. Natuurlijk niet op die foto zelf, maar op degene die erop staat. Hè? Maar een röntgenfoto, daar kun je toch niet echt liefde voor voelen, of wel? Zo'n foto hoef je toch niet? Je wilt niet het geraamte van die ander zien. Je wilt hem of haar in de ogen kunnen kijken. Het gaat vanmiddag in deze dienst over de drie-eenheid. Oftewel, het gaat over wie God is. Wie de God is die we hier in de kerk belijden. De God waarin we mogen geloven en mogen leren geloven. Waarin we onze kinderen mogen opvoeden. De God die zojuist aan Romee en Imke zich heeft verbonden. En heeft gezegd, ik ben jouw God. En je mag mij in de ogen kijken. Wees jij ook mijn kind. Die God, daar gaat het over. Die één en enig is, zegt Guido de Bray aan het begin van artikel 8 van onze belijdenis. Eén en enig God. En in de voorgaande artikelen is het gegaan over de Bijbel als het woord van God. Daarin staat alles wat je nodig hebt om tot geloof te komen. Je moet er niets aan afdoen. Je moet er ook niks bij doen van onze kant. God heeft door het werk van de Heilige Geest ons een Bijbel gegeven. En gemeente, we kunnen erop vertrouwen dat daar alles in staat wat je nodig hebt voor je zaligheid. Daar kun je het echt mee doen. Natuurlijk, er blijven allerlei vragen over. Hoe zit het met dit of dat? Zullen we onze geliefden zien in de hemel? Zullen we ze herkennen? Wat is nou precies de hel? We weten er wel wat van.
Er zijn teksten die erover gaan, een gedeelte, maar toch ook niet het fijne ervan. En zo is er nog wel meer te noemen. Er blijven wel vragen over, maar u heeft hier genoeg aan. Je hebt hier genoeg aan om te leren geloven, om zeg maar God liefde te betonen en te kunnen betonen. Om hem lief te kunnen hebben. De geest werkt met het woord. En doopouders, als je je kinderen dicht bij dat woord brengt, dan gebeurt er wat. Bij hen van binnen. Daar mag je op vertrouwen. Dat God dan door dat woord heen werkt en zichzelf bekend maakt. Zodat je er niet meer onderuit kan. Want gemeente, dat is de bedoeling natuurlijk, hè, van dat woord van de Heer, dat je er niet meer onderuit kan. Dat stelt je schuldig. De Bijbel is heel eerlijk met u en met mij. Die poetsen niks weg. Die zegt heel duidelijk, jouw hart, ja, dat is onwillig. Dat wil niet mee. Dat is van zichzelf godloos, zonder God. Maar dat woord wijst je ook de weg. Weg van schuldbelijdenis. Van op je knieën gaan en het gebed van een zondaar bidden. Wees mij genadig. En dat woord wijst je dan heen naar de voeten van de Heer Jezus Christus. Naar zijn bloed. Zeg maar naar dat afwaswater wat heen wijst naar het bloed. Christus die ons reinigt. Die ons oppoetst. Die ons werkelijk brengt tot hoe we bedoeld zijn. Toen God ons schiep. En het spreekt je vrij. Wat een overweldigend iets is dat, gemeente. Heeft u dat wel eens voor jezelf beleefd? Dat God je vrij spreekt. Dat al die zonden van ons, alles wat je met je meedraagt, dat ondergaat. Omdat zijn bloed eroverheen gaat. Omdat hij je zegt en ervan verzekert. En we hebben het kunnen zien zojuist. Verzekering. Het is weg. Wie tot hem de toevlucht neemt, die mag het weten. Het is weg. En gemeente, het is vanuit dat woord dat dan de Nederlandse geloofsbelijdenis verder spreekt. Guido de Bredi heeft zeg maar het fundament gelegd waar op basis waarvan je kunt spreken over God. En nou gaat hij bouwen. Maar wat doe je bij het bouwen van een gebouw? Ja, dan worden daar eerst het geraamte neergezet. En dat is precies wat er in artikel 8 gebeurt. Want dan staat er volgens deze waarheid en dit woord Gods. Nou, dat wijst dus heen naar alles wat er aan vooraf gegaan is. Geloven wij in een enig God? Dat allereerst. In één God. De Bijbel zegt dat heel duidelijk in Deuteronomium 6. Het is de belijdenis ook van het Jodendom. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Er is maar één God. En die God is ook enig, dat wil zeggen volstrekt uniek. Ja, er zijn ook een heleboel afgoden in de Bijbel. En ze zijn er vandaag ook het wemelt ervan. Maar in de Bijbelse taal zijn dat nietsen. Ze zijn leeg. Ze stellen ten diepste een leegte voor. Dat is precies de leegte van ons eigen hart. Daar passen de afgoden precies in. Alsof je een puzzel hebt met een ontbrekend stuk in het midden. Nou, de afgodengemeenten die passen daar precies in. Die wringen zich er ook in. De afgoden die weerspiegelen de leegte van ons hart. Waar we van nature naar op zoek zijn. In onszelf. Daar gaan ze over. En dat geldt voor de grote wereldgodsdiensten. Dat geldt voor het boeddhisme bijvoorbeeld. Dat appelleert aan onze behoefte aan bevrijding. Aan verlossing. Aan dat je helemaal niks meer hoeft aan te trekken van het aardse. Dat je tot een soort verlichting komt.
De islam die speelt in op onze behoefte aan zelfredzaamheid. En het besef dat een mens regels moet volgen om goed te kunnen doen. Want Allah is een streng en straffend God. En zo kun je ze allemaal langsgaan. En ook de goden van vandaag, gemeente. Ze zijn de reflecties van de leegte van mensenharten. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. Maar het zijn niet ze. Ze zijn leeg. En als je daarmee je hart probeert te vullen, gemeente, dan wordt het dus nooit vol. Die afgoden zijn een bodemloze put. Waar je voortdurend opnieuw je tijd en je energie en je aandacht aan moet geven. En het raakt nooit vol. Je krijgt er nooit die vrijheid mee. Je krijgt er nooit die blijdschap mee. Bodemloze put. Er is maar één God, zegt Guido de Bray. Eén wezen. Eén iemand. Ja, en dan gaat het artikel verder. Een enig wezen waarin drie personen werkelijk en waarachtig van eeuwigheid onderscheiden zijn naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die ene God die bestaat dus uit drie personen. Vader, Zoon en Geest. Nou, zo staat dat hier, zo lees je het in andere belijdenisgeschriften. Zo kom je het ook tegen in de Bijbel. We hebben net 1 Johannes 5 gelezen. En in vers 7 staat, drie zijn er die getuigen, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En even daarvoor wordt het ook al duidelijk als Johannes in vers 5 en 6 ze alle drie opnoemt. Jezus die de Zoon van God is. Er is dus een Vader en een Zoon en de Geest die de waarheid is. De Geest is het die getuigt. Drie en toch één. 1 en 3, hoe kan dat? En ook wat hebben we daar nou eigenlijk aan om dat nou vanmiddag te zien? Kun je daar nou van gaan houden? Of is dat toch een soort röntgenfoto? Maak je het er niet nodeloos moeilijk mee? Het zou dan niet veel eenvoudiger zijn als wij vanmiddag zouden zeggen, ja, geloven in God, in de God van de Bijbel, dat betekent dat ik geloof in de Heer Jezus. Hij is mijn God, mijn zaligmaker. Ja, dat mag u zeker zeggen. En in gesprekken met onkerkelijke collega's, onchristelijke collega's of in het missionaire werk, in het evangelisatiewerk, is het doorgaans niet verstandig om als een van de eerste dingen te gaan hebben over de drie-eenheid van God. En toch, wanneer je maar alleen maar zegt, ik geloof in God, de God van de Bijbel, of in Jezus, dan is het toch niet helemaal genoeg. Er is meer te zeggen, want wie is God dan? Ja, zegt iemand, dan moet je dus naar Jezus kijken. Hij laat hem ons zien. Hij is het beeld van zijn Vader. Hij is God in eigen persoon. Ja, dat is waar, maar hoe zit het dan in het Oude Testament? Toen Jezus nog niet op aarde was verschenen, wie was God toen? En hoe zit het dan nadat Jezus is opgevaren naar de hemel? Is God dan van de aarde verdwenen? U begrijpt, als je God als het ware opsluit in Jezus, dat alleen Hij God zou zijn, ja, dan gaat het mis. Dan raak je heel wat kwijt. En dat is ook zo wanneer je hem opsluit in alleen de Vader, de Schepper. Want wie is Jezus dan eigenlijk? Is Hij dan misschien alleen maar een geschapen mens? Met bovennatuurlijke krachten. Dat is in de geschiedenis van de kerk ook wel gezegd. Dat aan de godheid van Christus werd getwijfeld. Maar gemeente, als dat zo is, dan kan die ons dan wel echt verlossen. Uit de greep van zonde en kwaad. En gemeente, wanneer je alles op de Heilige Geest zet, ja, dan loop je ook klem. Want is Jezus dan wel echt op aarde geweest? Zo zijn er in de geschiedenis mensen geweest die daaraan hebben getwijfeld. Is hij wel echt op aarde geweest of was hij een soort van geestesverschijning? Met een schijnlichaam? En al snel kan het er dan op uitdraaien dat je alles op het gevoel gaat zetten ook. Zo van, als ik de geest maar heb en in me voel werken, ja, dan zit het wel goed. Maar zou het dan niet kunnen zijn, gemeente, dat we dan eigenlijk bezig zijn met ons eigen vorm van geloofje te maken? Het maakt niet uit
Of datgene wat je zegt, zingt of zwijgt, of dat Bijbels is. Of wat je hoort allemaal goed is, als je er maar een goed gevoel mee hebt. Als het je maar ergens raakt. Maar zo kan het toch ook niet zijn? Ik hoop dat u merkt, we verkennen het zo een beetje, maar dat u ze alle drie nodig hebt. Om recht te kunnen doen aan het volle spreken van de schrift, maar ook om hem in volle heerlijkheid te kunnen eren en aanbidden. Het woord drie-eenheid is dan misschien door mensen zo gemaakt, maar de zaak zelf is in de Bijbel volop aanwezig. God is de drie-enige God. Eén God bestaande in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo zet artikel 8 het geraamte neer van het gebouw, wat verder gebouwd gaat worden in de volgende artikelen. En dat zal misschien straks wat meer schuil gaan, zoals dat met een geraamte van een huis ook is wat ze gaan bouwen. Die balken die ze hebben opgetrokken aan het begin, die zie je op de duur niet meer, want daar gaan de muren voor en daar gaat het dak overheen. Maar het is er wel natuurlijk. Het is eigenlijk de dragende kracht, zou je kunnen zeggen. Of noemt u het maar een röntgenfoto, dit artikel. Het zal misschien niet zo zijn dat u gaat houden van het leerstuk van de drie-eenheid. Als het nou maar wel zo is dat u hem lief hebt en leert liefhebben als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat u die ene God dan lief hebt op de manier zoals die zich aan ons openbaart en zoals je in hem mag geloven op grond van zijn woord. En dan is er geen betere manier om te zeggen: wie is God? Ja, dit is Hij. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. 1 en toch ook 3. Wiskundig kan het niet. Nou ja, misschien dat u vroeger op catechisatie wel het een en ander daarover hebt meegekregen, dat het bij God niet is 1 plus 1 plus 1 is 3, maar 1 keer 1 keer 1 is 1. Dat kan. En ik las ergens ook nog het voorbeeld van de zon. Daar kun je het misschien ook nog wel mee vergelijken. Elke vergelijking gaat mank, dat zeg ik er meteen bij. Maar God de Vader is de zon. De Zoon is het licht en God de Heilige Geest is de warmte die koude harten warm maakt en tot geloof in God brengt. Maar het is niet voor niets, gemeente, dat Guido de Breij het heel nadrukkelijk zegt aan het begin. Dit geloven we met als basis de Bijbel. Want zo maakt God zich bekend. Ook al kunnen we dat niet allemaal precies met ons verstand klein krijgen. Maar het is wel belangrijk. Want gemeente, wat betekent het dan? Ten tweede, om te belijden dat God niet alleen één is, maar ook drie. Wat wil het dan zeggen dat die Vader, Zoon en Geest is? Kijk gemeente, de reden dat we God als de drie enige belijden, dat is dat we hem zo tegenkomen in de Bijbel. Maar dan blijkt dus ook dat elk van die personen specifieke eigenschappen heeft. Onmededeelbare eigenschappen, zegt artikel 8. Dat wil zeggen, het zijn eigenschappen, iets wat God eigen is, die tegelijkertijd ook uniek voor hem zijn. Die kunnen wij mensen niet hebben. Die heeft God alleen. En elk persoon van Gods wezen heeft dan ook weer eigen eigenschappen. Ze zijn van elkaar te onderscheiden. Het een hoort meer bij de Vader, het ander meer bij de Zoon of bij de Heilige Geest. En tegelijkertijd zegt Guido de Breij, maar pas wel op, je moet ze niet van elkaar losmaken. Want zo is het ook weer niet. Ja, het is niet zo makkelijk vanmiddag. Maar gemeente, wat maakt nou de Vader tot Vader en de Zoon tot Zoon en de Geest tot Geest? Maar je zou het zo kunnen zeggen. De drie enige God zou je kunnen vergelijken met een boek. God de Vader is de auteur. Wat zegt artikel 8? De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen, zowel zichtbare als onzichtbare. God is de schepper die alles in het leven heeft geroepen.
met zijn stem. Hij heeft de wereld geschapen en ons mensen daarin als kroon op de schepping gewild. Hij is de auteur. En God de Zoon, wie is dat dan nou? Hij is de tekst van het boek. Daar gaat het natuurlijk om. Hij is de hoofdpersoon, de inhoud. Want door de zondeval hebben wij Christus nodig, de Zoon nodig, die mens is geworden zoals wij. Die onder ons kwam wonen om ons van zonde te bevrijden. Om met zijn leven te betalen, om in onze plaats te doen wat wij eigenlijk zouden moeten doen. Namelijk dat je sterft om zo de straf van God op onze zonde te dragen. Maar hij heeft het gedragen. Hij heeft het op zich genomen. In zich opgenomen. Hij heeft het kruis gedragen. En is naar Golgotha gegaan. En God de Heilige Geest, wat doet die dan? Nou, die leest voor uit het boek. En noem het boek maar gewoon Bijbel dan. Evangelie. Gods heil. Hij leest het je voor. En daarbij gebruikt hij mensen. Daarvoor gebruikt hij dominees, ambtsdragers die op bezoek komen bij je. Daarvoor gebruikt hij leerkrachten op de basisschool, op het voortgezet onderwijs. Bij een dagopening of bij Bijbels onderwijs. Daarvoor gebruikt hij iets als catechisatie. Verenigingen, clubs. En het wordt je als het ware voorgelezen en voorgehouden. En daar zit dus de geest achter. Die doet dat. Dat is hem eigen. Ja, ook ouders hebben daarin een belangrijke taak. Doopouders, we hadden het erover afgelopen week bij de doopzitting. Jullie lezen je kinderen ook voor. En als ze wat ouder zijn, genieten ze ervan. Romee en Imke zijn daar natuurlijk nog te klein voor. Maar als ze straks wat groter zijn, lees ze voor uit de Bijbel. En geloof dat zo de geest werkt in hun leven. Eerst een kinderbijbel en een keer later die gewone Bijbel. Het is eigenlijk het werk van de geest, gemeente. Hij heeft ervoor gezorgd dat we sowieso een Bijbel hebben. Iets wat op schrift staat. Door hem geïnspireerd. En dat er ook een gemeente is waarin we dat samen mogen lezen en mogen onderzoeken. En tegen elkaar kunnen zeggen, volgens mij moet je het zo lezen en niet anders. Of misschien toch zo, ja dat mag ook. Dat is een gemeente, dat is de kerk. Samen met alle heiligen, om zo uiteindelijk de liefde, de volle omvang van de liefde van God in Jezus Christus te kunnen ontdekken, zegt Paulus. De lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van zijn liefde. Opdat je vol zou worden van hem. Johannes die zegt het in het gedeelte dat we lazen zo. Jezus is de Zoon van God. Hij is de inhoud. Om hem gaat het. Hem moet je leren kennen. Hem mag je geloven. In hem mag je geloven. En de geest is het die getuigt. Drie zijn er in de hemel die getuigen. Vader, het woord, Jezus Christus en de Heilige Geest. En zo zegt hij in vers 8, deze drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En dan mag je bij dat water best denken aan de doop. Het zijn de getuigen hier op aarde die ons vertellen wie God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo wil God als Vader een eeuwig verbonden genade oprichten met ons en onze kinderen. Zo verbindt Hij zich aan ons. Zo heeft Hij zich aan u, aan jou verbonden. En God is ook die Zoon die je dan wast in zijn bloed. Tot je glanst. Tot je schoon bent, straks eenmaal in heerlijkheid voor zijn troon. In volmaaktheid, zonder smet of rimpel. Nieuw en goed. Als een koperen ketel die helemaal nieuw is. En God is ook de Heilige Geest. Die je ervan verzekert
dat hij in je wil wonen en werken, zoals het zojuist ook klonk. Hij leest het evangelie aan je voor en hij maakt het je eigen. Nou gemeente, zo is God de drie enige. Zo geloven en belijden we hem. Kunt u het vanmiddag volgen? En dan bedoel ik dat toch niet alleen maar met je hoofd, want met je hoofd kun je dat niet helemaal volgen. Met je verstand krijg je dat niet helemaal klein, maar met je hart. Ziet u de majesteit en de grootheid van de Heer hierin? Kun je God lief hebben en lief krijgen door dit te zien? Nou ja, een arts die kan genieten van een goede röntgenfoto. Die ziet van alles op zo'n foto. Als leek zie je maar een heel klein beetje. Maar naarmate je er meer in verdiept, ga je er meer in zien. En kun je God loven en prijzen om zijn grootheid die de drie eenheid laat zien. Maar het kan ook best zijn dat u vanmiddag zegt, het is best wel ingewikkeld, dominee. Ik zie er niet zoveel in. Als ik vanmiddag God zie in zijn woord, ja, dan is het alsof ik naar een röntgenfoto kijk. En hoe kunnen we God drie enig nou groot maken en verheerlijken? Nou, gemeente, dat kan als je bij jezelf gaat zien, die drie enige God, die heeft me lief. Je gaat het zien, gemeente, als je Jezus ziet, de Zoon van de Vader. Die kwam omdat God de wereld zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij heeft zijn leven gegeven voor u, voor jou, opdat je niet verloren zou gaan, maar door het geloof eeuwig zou leven. Want zegt Johannes, of nee, dat zegt de Geest die het ons voorleest, dit is het getuigenis. God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Kijk, als je je kinderen voorleest, doopouders, dan gebeurt het wel eens dat je kind dan zo helemaal tegen je aankruipt. En helemaal opgaat in het verhaal wat gelezen wordt. Dat is nou het werk van de Geest. En gemeente, dat wil God nou ook doen in uw, in jouw leven. Als je het je laat voorlezen. Dat je dan heel dicht naar hem toe mag kruipen. Mag ik het zo zeggen vanmiddag? En dat je onder de schaduw van zijn vleugelen kunt schuilen. En weet, hij is mijn vrede. Hij is mijn hoop en mijn zaligheid. Hem heb ik nodig. Daar kun je van zingen. Zullen we dat ook gaan doen? Ere zij dan aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Eer zij aan hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt. Eer zij hem die ons gekroond heeft. Koningen in heerlijkheid. Halleluja. Amen. Laten we dat zingen met weerklanklied 427, de versen 1, 2 en 4.
Zullen we danken en bidden. Heere, zo verbindt de aarde zich aan de hemel en de hemel aan de aarde. Want niet alleen hier op aarde, Heere, heeft u uw kerk. In alle tijden en alle plaatsen. Die u als die drie enige God mag belijden en loven. De engelen brengen u ook lof en aanbidding tot eer van uw drie enige naam. En Heere, die verbinding tussen hemel en aarde, die zagen we vanmiddag ook in het teken van de heilige doop. Want u verzamelt uw kerk tot het eeuwige leven. En u geeft daarbij de belofte dat we slechts hoeven te geloven. Dat wil zeggen, Heere, dat we alles van onszelf opgeven. En alles wat van u is, ontvangen. En uw geest deelt het uit en past het toe. Steeds weer opnieuw. Heere, wij danken u dat zo uw naam is, God de drie enige, en dat we daarin op grond van uw woord ons vertrouwen mogen stellen. U bent groot en goed. En Heere, geef dan dat we dat ook zullen doen. Geef dat de dopelingen van deze middag eenmaal zullen doen, dat het van hen zelf mag worden. Dat ze de verantwoordelijkheid die nu hun ouders voor hen hebben genomen ook mogen overnemen en hen eigen mogen maken. Geeft u dat ook aan andere kinderen en jongeren in de gemeente. Onderwijs ons en breng ons op uw wegen. De weg van het eeuwige leven. Ja, Heere, geef dat ook aan ouderen. Dat we daarin u mogen vinden voor de eerste keer. Dat uw naam zal spreken in ons leven, wanneer ons hart ten diepste daarvoor gesloten bleef tot nog toe. Heere, breek door alle barrières heen die er van onze kant zijn. Werk krachtig met uw geest. En geef ook dat we erin mogen toenemen en groeien tot eer van uw naam. Want Heere, dan, als wij zo aan u verbonden zijn, kinderen van u zijn, dan verbindt de hemel zich aan de aarde. Dan haalt u al uw kinderen thuis in uw hemels koninkrijk. En dan zal eenmaal het hemels Jeruzalem neerdalen. En dan zult u, Heer Jezus Christus, rechtvaardig oordelen en alles nieuw maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo brengen wij u de lof en aanbidding, Heere, en doe ons erin delen. Wij danken u voor wat u ons gaf in deze dienst. Ga met ons mee als we straks naar huis gaan. Wilt u zijn bij de jongeren die elkaar nog zullen ontmoeten van de gemeente vanavond? Wij bidden u, Heere, voor andere wijze waarop we in de komende week elkaar ook mogen ontmoeten als leden van de gemeente. Catechisaties die gegeven worden, het bezoekwerk dat gedaan mag worden, ook vanuit de kerkenraad. Heere, zegent u de huisbezoeken, de broeders ouderlingen en diakenen die hun ambtelijk werk mogen doen. Wilt u hen vervullen met uw heilige geest daarbij? En hoor zo naar ons gebed, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit de avondzang, de versen 1 en 7.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.